De MSRE is interessant voor mensen die eigenlijk een verdere inhoudelijke verdieping in de vastgoedkunde willen. En daarnaast zich met name richten op complexere analyses. De studie heeft mij los van alle kennis nog wel veel meer gebracht, namelijk ook een uitbreiding van mijn netwerk. Wat ik heel leuk vind van die MSRE-opleiding is dat je dus ook in aanraking komt met juristen, met taxateurs, met ontwikkelaars, woningcorporaties. En iedereen heeft zo zijn eigen visie op het vak wat gegeven wordt. En dat vond ik vooral ook heel leerzaam. Wat het onderwijs van de ASRE uniek maakt, is de combinatie van de studenten, de docenten en eigenlijk ook de set omstandigheden die gecreëerd worden. Want het is geweldig om deze mensen bij elkaar te hebben in een groep. Het aardige is ook dat die MSRE flexibel is opgesteld. Dus sommigen die zeggen, ik volg alleen een deelopleiding investeringsanalyse of een deelopleiding vastgoed beleggen. Het kan dan zijn dat je aan die vakken genoeg hebt. Maar je hebt ook de mogelijkheid om later nog verder te gaan. Je kunt daar eigenlijk je persoonlijke programma in samenstellen. Mits je uiteindelijk maar voldoet aan het volgen van die twee basisvakken markt- en investeringsanalyse en aan een van de drie specialisaties. Het meest waardevol was toch wel bepaalde specialisaties binnen een aantal vakken. Dus die buiten mijn eigen vakgebied van projectontwikkeling lagen. Dus op het gebied van financiering, fiscale aspecten en het vastgoed beleggen. Ja, het zijn zoveel vlakken waar je dan opeens dus wel kaas van gegeten hebt. En dat is heel prettig. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Ik heb nu ook toevallig een vriend van me bij me die ook deze opleiding overweegt gaan doen. En het is heel breed met allerlei facetten. En je hebt een keuzemogelijkheid voor een specialisatievak. Dat vind ik een heel goed punt. Daar heb ik zelf veel aan gehad. En de studiereis en de professionele sfeer op school is gewoon goed. En het netwerk speelt ook zeker mee. Ja.